Kopje koffie. Lekker, jongen. Lekker, hè? Ja, maar nee. dat onttrekt juist het. toch? Dat is een fabel. Dat is een nou, fabel. Jezus, laten we... man. Laten we daar even mee beginnen, ja. ja. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over vooraf extra vocht innemen voor een race. Is hyperhydratie zinvol of onzin? Wordt het warm en vochtig tijdens je race, dan ga je geheid veel vocht verliezen. Maar het lukt niet altijd om het tekort tijdens de inspanning aan te vullen. Is het dan slim om van tevoren extra vocht te drinken? En wat stop je dan in deze pre-race-vuldrank? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge! Hey, Gerrit! Goedemorgen! Goedemorgen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor! <laughs> <laughs> de dag dat deze aflevering uitkomt, is er van alles aan de hand. Het EK voetbal gaat beginnen. We kunnen lekker op de bank met de familie in het oranje. Ja. Maar natuurlijk nog veel belangrijker: nog één week. En dan gaan wij ons proberen het waar uh, te maken als Iron Manicus. In Horen. <laughs> uh -huh. En horen, vorig jaar, in 2023, ja. stond bekend om. De warmte. De warmte. Dat en heel, och, 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 ja. wat was het erg. Uiteindelijk viel het best wel mee. Nou ja, warm. Het dus is gewoon zomer. Neem jij een slokje nu al. Neem jij een slokje ja. extra water? Want uh, in de zomer. Uh, nou ja, maar sowieso, wij als triatleten, zeg ik dan maar even. Uh, sporten natuurlijk eigenlijk bijna altijd in de warmte. Ja. Uh, het is een uh, sport die zich afspeelt in mei, juni, juli, augustus. Uh, je kan je er beter maar op voorbereiden. Maar als het warm is, dan moet je goed drinken. Zeker. Of niet? Ja, dan gaan we, gaan we naar op zoek naar het antwoord op de vraag. Waarom is vocht aanvullen belangrijk tijdens een langdurige inspanning in de warmte? Waarom is het soms lastig om tijdens de race genoeg te drinken? Is het slim om je lichaamscirculatie voor een race extra te vullen met vocht? En hoe zit dat dan? Zitten hier nog nadelen aan? We gaan op het einde van de aflevering zoomen met vroomen. Uh, deze aflevering komt mede tot stand. Omdat hij hier ook aan refereerde. Dus gaan we eens kijken. Ja. Wat, wat vindt hij er interessant aan? Wat doet hij ermee? Hoe gaat het? Hij erom? noemde het een keer. Ik weet niet welke aflevering precies. Misschien. Uh, ja. en, en toen dacht ik. Hé, hey, is hij daar ook mee bezig? We gaan beginnen daarmee? bij het begin. En, uh, ja. Wat noemde Guido Vroemen een keer? Hyperhydratie, hydratatie. En dan zei hij. Let op glycerol. Ja. Nou, dat heb ik onthouden. En Hyper. Dat, uh, we gaan ja. hem even ontleten. Hyper <laughs> is. Veel, te veel of, of te veel. 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 Ja, veel. Ja. En hydratatie gaat ja. over je voortbalans. Ja. Ik heb al geleerd van Jurgen van Tevelen in de ah, Slimmer Presteren podcast en alle afleveringen die we daarover gemaakt ja. hebben. Let op, alle aanwijzingen over drinken, drinken, drinken zijn gebaseerd op wetenschap die gefinancierd is door de sportdrankindustrie. <laughs> Dus zo erg is het allemaal niet. Heb ik dat zo gezegd? Nou, er is zeker. Daar zit wel een basis in. Er is een tijd geweest, inderdaad, dat gezegd werd: uh, we drinken te weinig. Nou ja, er is nog steeds discussie in de wetenschap, laat ik het zo zeggen. Van vooraan, hoeveel vocht mag je eigenlijk verliezen. voordat dat, nou ja, enerzijds de prestatie in de weg zit. en uh, verderop nog misschien wel gevaarlijk voor je gaat worden. Ja, want nou. dat zijn die twee componenten die we vaak zien in de podcast: prestatie, ja. verlies. En, en, gezondheid. en gezondheidsrisico. Ja. En vooral met dat eerste wordt er altijd nog geschreven: meer dan 2%. Uh, van ja, je lichaamsgewicht ja, moet je vermijden. Want dat gaat de kosten van je prestatie. Hoeveel weet jij? Uh, ik weet het niet, want dat hou ik niet bij, maar ik denk ergens begin 60. Okay. Ja, ik nou, ben, nou, uh, laten we dan maar een manneke. Ik ben ja. 80. Ja. Dus als ik 2% van mijn gewichtsverlies zou ik... 1% is 8. Nee, dat is 10% al. Ja, 0,8, Oh, dus 0, 8, 1, 1, 1, 6. 1, 6 kilo. Ja. Dus als ik, als ik meer dan 2 liter zweet zou verliezen, dan zou mijn prestatie daaronder gaan leiden. Ja, en nou ja, en dat dan heb je hem 2 liter zweet, dat weet je niet. Je meet alleen maar je gewicht natuurlijk. Oh ja. Dus dat is het. Jij hebt laatst natuurlijk wat studies gedaan, waarbij je flink moest zweten. In de schuur, afgelopen en, uh, winter. Ja. 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 En hoe, hoeveel verloor je toen in, in, in zo'n sessie? <laughs> Bij mijn eerste sessie 7,5 kilo. Ja, dat had een andere oorzaak. Ik had ook erachter ja. dat de weegschaal niet om kon gaan met vieze voeten en ja. mensen die uh, in hoge inspanning waren. Ja. Nee, uh, oeh, je overvalt. Me had ik natuurlijk even op moeten zoeken. Maar volgens mij zat dat in de range van zo'n anderhalve kilo. Ja. En dat was dan wel in een test van Maar. Uh, 30 minuten, ja. maar wel met drie lage kleren en de verwarming. Nou ja, gesimuleerde extreme warmte. Ja, nee, zeker. Dus uh, nou ja, ik, ik meet het bijvoorbeeld nooit, maar ik weet dat anderen daar wel naar kijken. Wordt ook geadviseerd. Ja, van, je nou, sweat rate. Ja, je moet daar uh, uh, toch, toch weten, eigenlijk, van en daar dan rekening mee houden met in je training. Kijk je van hoeveel je ongeveer zweet, en dan neem je dan mee naar uiteindelijk de wedstrijd zelf. En wordt er altijd gezegd, die 2%. Nou, daar dan, als je het meer gaat verliezen. Wat gebeurt er dan met je prestatie? Ja, die gaat, die gaat, die wordt slechter. Nou, ik ben daar heel kritisch op, want er zijn inderdaad studies gedaan die dat laten zien, maar ja, wat er in die studies gebeurt, dan zet je mensen in de sauna mm -hmm. en dan wacht je eigenlijk tot ze eigenlijk puffend en zwetend eruit komen en genoeg vocht hebben verloren, en dan zet je ze op een fiets. Ja, en dan gaan ze inderdaad trappen, ze niet zoveel vermogen of ze houden niet zo lang vol, volhoudtest. Alleen denk ik, ja, vind jij het nog lollig om na uh, een, een lange tijd in de sauna uh, uh, ja, op een fiets te stappen? Daar, daar zitten meer, laat ik het zo zeggen, daar spelen meerdere. Uh... Ze hebben gebrek aan motivatie gemeten. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. <lacht> zeker. <lacht> ja. Aan de andere kant, en we hebben daar natuurlijk een aflevering over gemaakt, hoeveel moet je drinken eigenlijk tijdens een race. Ja, die, de absolute toppers, die uh, verliezen wel meer, soms 5, 6 procent als je kijkt en zegt, ja, oké, okay, dat zijn uitzonderingen, et cetera. Um, ja, het heeft ook weer zijn voordelen, want ja, anders moet je dat extra gewicht nou meezeulen. En dan daaromheen is die hele discussie aan nou het ontstaan waar je naar nou refereert: van, uh, vanuit inderdaad die sportdranksindustrie, die op een gegeven moment kan zeggen: ja, hey, je kan niet op je dorstgevoel afgaan. Je moet uh, altijd uh, ja, extra drinken. Uh, hou rekening, liefst bij elke drankpost, bij een marathon of een race. Ja, dat is op een gegeven moment helemaal uit de hand gelopen. Want vooral de langzame lopers die, die vijf uur bezig zijn, ja, die kwamen soms uh, over de finish, inderdaad, waar je denkt, over verschijnselen van uitdroging. Dus, uh, nou ja, misselijk, verward, uh, ja, moeilijk aanspreekbaar. Uh, en dat zijn de eerste, nou ja, dat is anekdotisch. De eerste casus eigenlijk die ooit beschreven is in wetenschappelijke literatuur. Die ging daar ja, hals over kop, moest hij naar het ziekenhuis of werd daar een infuus geprikt aanvullen met, uh, met vocht. En die overleed uiteindelijk of raakte in coma. Ja, wat bleek toen gingen ze dat natrium meten, dus dat uh, een, een belangrijk ion, uh, een uh, ja, elektrolyt. Ja. ja, en bleek eigenlijk dat die totaal verdund werd door ook nog dat extra vocht en dat de oorzaak hem zat niet zozeer in het kort aan vocht, maar eigenlijk aan een te veel aan vocht, de watervergiftiging. Ja. En ja, sindsdien is het wel duidelijk van ja, uh, te veel drinken is misschien nog wel erger. Dat moet je ten alle dagen voorrijden. En nou ja, ik, ik heb me nog maar in. Je de... noemt hier al in deze anekdote veel dingen. Hè? Eerst al het wetenschappelijk of ja. wereldwijd debat over uh, drinken op dorst ja. of drinken op tijd. Ja. Ik heb uh, in mei nog meegedaan aan de marathon in Utrecht, georganiseerd door Gorlazzo. En mm -hmm. ik krijg het voor elkaar om. Op hun uh, aanwijzingen voor deelnemers staat dan sportveilig. Ja. Punt 1. Vertrouw niet ja. op je dorstgevoel. Nou, ja, ik dacht. Ik, hoe kan ja. zo'n professionele organisatie ja, dit nee, opschrijven? Ja, ik, goed, nogmaals. En dan, maar Jorgen, ja. zou je natuurlijk kunnen zeggen. Ja, oké. Okay, maar... Ik heb ook wel eens, omdat ik van jou heb geleerd, het is niet zo nauw, heb ik me ook wel eens wat laten uitdrogen. Ja. Nou, en dan gaat het inderdaad je prestatie. Ja. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, het was best wel warm in mei. We maken de vergissing aan de veilige kant. Liever iets te veel gedronken dan te weinig. Ja. Maar dan komt mijn andere stokpaardje van Jurgen van ja. Jurgen van Teveli zegt altijd, er rijden bij een marathon meer, meer ambulances voor watervergiftiging dan voor zout. Ik vroeg jou voor deze aflevering... Ja. kan je de feiten er nog eens nou, bij ik heb zoeken? Dus Is dat in, echt zo? in de show notes nog maar eens een, een recentste overzichtsartikel. En puur gericht op de marathon. En die hebben het dan toch nog echt over 8 tot 15 procent. Van de deelnemers? Ja. Of van de uitvallers? Van de... Uh, Ambulances. Waar? 8 tot 15 procent van wat? Van de, van, de, de, nou van de uitvallers, denk ik. Nou, ik weet niet... Even. Nee, ja. Kan het niet dat 10% van de deelnemers met watervergiftiging eraf gaan? Ja, nou oké. Okay. En dan zeggen ze van. met en zonder verschijnselen ervan. Dus oh ja. dan leggen we de grens achter. Dan kijken we puur naar het natriumgehalte. Daar dat wordt naar dan hyponatriëmie. Dus ja. uh, dat is dan te laag. En dan kun je natuurlijk afkapwaarde gebruiken. En er loopt dus wel een groep. Ja, die zal wel wat langer moeten herstellen, et cetera. Maar die heeft niet die verschijnsel, waar ik van zeg, van levensbedreigend. Hmm. Ja, um, dus die onderzoekers, ja, een bepaalde groep, en zij zijn heus niet de één, die waarschuwen nog steeds van let op. Dat je niet denkt van, nou, elke waterpost, ik moet maar eens weer gaan drinken, want het is zo belangrijk. En ik kan niet afgaan op mijn dorstgevoel. Ja, dat dat uh, ja, echt, echt nog wel een probleem is voor nou ja, velen en vooral recreatieve ja. hardlopers. En volgens mij is de nuance aan de andere kant van het spectrum. Er zal wel degelijk ook gemeten hmm. zijn dat er bepaalde type sporters of mensen zijn die inderdaad niet goed. Of het niet goed ja. hoor. Die niet afgaan op hun dorstgevoel ja. in ieder geval. Die ja. doorlopen, die doorjagen ja. en dan wel degelijk uitdrogen, dat kan ook. Ja, die misschien een bepaalde focus en een zone komen en denken ja. oh weer een post gemist of noem maar op, of gewoon dat risico nemen en denken acht is nog even. Maar ja, hoe vaak gebeurt dat? Die cijfers heb ik niet. Wat dan met name gebeurt is natuurlijk die relatie uh, dat hun kerntemperatuur waarschijnlijk zal uh, omhoog gaan. Ja. En dan weten we met de aflevering met Puk Alkmaar, uh, bijvoorbeeld uh, aflevering 152. Ja, ook dat geeft een prestatieverlies. En dat geeft ook risico of gezondheidsrisico's. Dus wat je dan ziet, is bij hete dagen dat je na afloop in zo'n ijskoud bad gaat zitten. Ja. En dat is dan niet zozeer om die spieren te laten herstellen, hebben we het eerder ja, over ja, gehad. Ja, ja. Maar puur om die kerntemperatuur, kerntemperatuur zo snel mogelijk omlaag te brengen. Dus die link zit daar van, nou, waarom is vocht drinken, drinken belangrijk? Ja, eigenlijk los daarvan zegt men te weinig vocht. Heeft sowieso consequenties voor de prestatie. Want, en dan is het uitleg. Ja, minder bloedvolume, dus minder bloedcirculatie, minder aanvoer van rode bloedcellen, zuurstof. En het hart gaat eigenlijk onnodig extra hard pompen. De hartfrequentie gaat dat, dat, omhoog. Dus dat is het prestatie-effect ja. van te weinig vocht? Ja. En dan hebben we een gezondheidsrisico van te weinig vocht. En dat is die kerntemperatuur. Ja, want waarom? Uh, wat gebeurt er eigenlijk in die warmte? Natuurlijk, je gaat sporten en het is al warm. Je lichaam produceert nog, nog meer extra warmte, 75% daarvan. Wordt is eigenlijk warmte, 25%, maar komt ten goede aan de beweging, de efficiëntie. Mm -hmm. Nou ja, die warmte moeten het lichaam kwijt. Nou, daar zijn een aantal dingen voor en belangrijk iets is natuurlijk het zweten, het ja. vochtverlies. En daar heeft het dat voor nodig. En de verdamping, ja. En als je dat niet aanvult, ja, dat lichaam merkt dat. Die merkt, hé, ik heb minder vocht, dus de hartfrequentie gaat omhoog. Dan bereik je al eerder je maximale hartfrequentie, kerntemperatuur. Als je dan onvoldoende nog zeg maar kan koelen. En dan gaat die kerntemperatuur natuurlijk nog meer omhoog. Nou ja. Alleen belangrijk wel iets ook voor deze aflevering is. En dat, dat benoemde Puck ook van ja. Er zijn enorme verschillen eigenlijk. In, uh, in de manier waarop mensen, atleten omgaan met die warmte. En zij had het over die test die zij deed dan in uh, in Papendal, of op de VU in zo'n klimaatkamer. Mooi gestandaardiseerd. Dat uh, bij de ene een, een ja, bepaalde uh, vochtige, hete omstandigheden à la Tokio. Ja, dat dat uh, 50% uh, prestatieverlies gaf bij een fietstest. En de andere maar 5%. Oh ja. Dus ja, ook... ook... Nog, hoe, hoe goed kan je liggen ermee omgaan? Ja. Los van, en daar was mijn onderzoek met Puck me over. Hoe ben je al aangepast ja. aan de hitte? Ja, dat is daar precies ook nog aan gekoppeld. Kijk, ik zelf heb het idee, en dat benoemt zij ook wel ergens. Omdat ik natuurlijk relatief... Klein manneke ben en een groot. Uh, dus... groot hartje <laughs> Ja, dat sowieso. <laughs> nee. Maar uh, uh, relatief weinig massa, maar wel een groot oppervlak oh, om me ja. heen. Oh, ja. dus, uh, Kun je goed koelen. Ja, dus ik heb een groot koel uh, cool, uh, oppervlak of een afgifte-oppervlak. Dus dat, ja. dat scheelt bij mij weer. Ja, um, ja en dat, dat maakt al dat je, denk ik, dat soort. Um, ja, wat, wat nu gezegd wordt van neem om het kwartier. Ik weet niet wat precies de richtlijn is om het half uur zoveel milliliter water. Ja, dat wordt dan voor iedereen uitgelegd, maar het ja. is natuurlijk uh, uiteindelijk maatwerk. Nee, en wat ik dus uh, interessant en... vind Jurgen, dit dit die vochtbalans ding. Ja. Is dus een best wel complexe puzzel. is een hele complexe puzzel. En het puzzle. is dus ook, en dat maakt hem wel interessant, het is een, een balans, letterlijk, ja. waar je aan twee kanten van de schaal af kan vallen. Mm -hmm. Dus ja, er wordt ja. veel gewaarschuwd voor te weinig drinken, ja. uitdrogen en alles ervan. Maar let op, lieve mensen, en nogmaals, dat hoor je te weinig, wat mij betreft. Net zo goed kun je ja. dus aan de kant van de te veel drinken ja. uit de ja. maat vallen. Dat is waarom we het erover hebben. Nou ja, en vanuit fysiologisch oogpunt. Nou, dan zegt men. ja, maar daarvoor hebben we echt prachtige regelsystemen in het lichaam. Een aantal hormonen bij betrokken. Nou, misschien komen we er dan nog op. Wil jij even onder de motorkapje. Ja, nou ja, dat doe het. Eigenlijk bijvoorbeeld. juist het zoutgehalte. dus dat natrium. wordt heel goed gereguleerd. omdat eigenlijk. Die, uh, ja, het lichaam streeft ernaar dat dat binnen een bepaalde. best wel nauwe range blijft. En wat er dan gebeurt is dat de, de nieren een signaal krijgen van uh, op een gegeven moment, van hé hey jongens, uh, hey, de, de osmolariteit of osmolaliteit, dus het aantal opgeloste deeltjes in het bloed, wordt gemeten, er zijn osmoreceptoren. En als die bijvoorbeeld te laag is en het, het bloed is wat verdund, dan krijgen die, uh, de, de nieren het signaal van oké, okay, we gaan minder natrium uitscheiden, we moeten dit gaan vasthouden. En daarbij uh, de andere kant op, als het juist te veel wordt, gaan de nieren dat extra uitscheiden. Maar gaat ook een dorstsignaal uh, gaat omhoog, waarbij gezegd wordt, oké, okay, we moeten meer water gaan drinken. Ja. Nou, dat is een manier, dus dat is puur het regelen van het natrium. De andere uh, manier waar het waar wordt, ik meteen is aan moet denken, Jurgen, maar daar kom je ja? dan misschien nu op. Als ik in een hele warme wedstrijd heel veel zweet, ja. dan zie ik mezelf niet, maar later kom ik dan een spiegel tegen. En heb ik allemaal van die witte ja. kringen op mijn gezicht Precies. en op mijn armen? En dat lijkt ook zout. Ja, je, toch? Verliest, je verliest zeker zout. Eh, zout is vaak NaCl, natriumchloride. Maar wat mensen dan toch nog denken of zeggen van. Ah, dat het heel veel is. Ja. En eigenlijk is de verhouding: je verliest veel meer vocht. Dus laat ik het zo zeggen: het zweet, ja, de, de, de samenstelling van je zweet is echt niet hetzelfde als van je bloed, van je plasma. Dus relatief verlies je echt veel minder natrium. Dan zweet. zweet. En zweet verdampt natuurlijk, vandaar dat je denkt: acht, valt er mee. Alleen uh, de NSCL, de, het, het blijft zout, blijft achter. achter. Ja. Lekker is dat toch? Dus het Lik, andere denk je er wel stiekem aan? Eh? <laughs> heel stiekem hè? Dat... Tijdens de race? Nee. Ah, okay. Nee, maar zo, zo nee, snel. We, daar kunnen we ook nog wel zo naartoe. Het andere systeem wat echt nauwkeurig uh, jouw vochtbalans in de gaten houdt. Ja, ja. Die kijkt eigenlijk van hoe goed worden de, uh, de nieren door bloed. Ja. En als dat een beetje wat minder, uh, als de bloedstroom door de nieren omlaag gaat, denken ze ah, dat heeft een, ja, betekent dat we minder goed gevuld zijn. Mm -hmm. En dan komt er weer een signaal, ook naar de nieren zelf. van ah, We moeten minder uh, vocht uh, uitplassen, we mm -hmm. moeten vocht vasthouden. Plus ook, dat kan in, nou ja, op andere manieren. Je gaat in sommige gebieden gaan een beetje knijpen. Zodat je... Zeggen, kan je lichaam ergens vocht vandaan trekken? Je... Ja, droge mond. Nou ja, je kan ja, precies. Het dorstsignaal gaat omhoog. Maar uiteindelijk vindt het lichaam het belangrijk dat de bloeddruk uh, uh, intact blijft. Dat die niet te veel daalt en dat kan als je veel vocht verliest. Dus die gaat ook knijpen bij bepaalde gebieden, bijvoorbeeld naar je darmen of naar je huid als het gaan niet te warm is. Gaat de bloedtoevoer afknijpen? Ja, en dan denkt hij, dat betekent eigenlijk dat de perifere weerstand, nou ja, dat die omhoog gaat. En dat zorgt eigenlijk voor dat de bloeddruk blijft constant. En aan de andere kant gaan we op die manier, door meer te drinken en door minder uit te plassen, zorgen we dat de hoeveelheid vocht... In het lijf en eigenlijk in je bloed eigenlijk weer op orde komt. Exact. Dus er zijn prachtige systemen, fysiologische systemen. Nou is de vraag, tijdens extreme inspanning met name, gaan die systemen, daar is eigenlijk wetenschap ook niet uit, raken die van slag, werken die nu, niet zo goed? Ja, ik ben zo iemand die best wel vaak uh, of regelmatig het idee hebt: shit, ik moet plassen tijdens ja, jij het eitje, hardlopen. Toch nog of, plassen? Ja, ja. Of heb ik had als indicatie gelid, dan heb je te veel gedaan. Ja, of op de fiets. Ja. Maar ik hoor eigenlijk de meerderheid zeggen: ik hoef nooit te plassen tijdens Laat... een race. Ja. Nee. nee. Nee, jij nee, ook niet. Ook nee. nee, nee, nee. Ja, ja. nou vaak in het begin, zowel in Enschede als in Utrecht. Nee, ja. Utrecht uiteindelijk toch niet. Vlak voor de start, in het startvak nog een keer, maar dat komt dan en dan komen we dan zo op, omdat een van de tips die Guido had gegeven, ja. zorg dat je de dag voor je marathon al. wat meer drinkt dan normaal. Precies. Ja. Alleen dat schiet dan natuurlijk altijd nee. een beetje door, waardoor je dan in Plastend het startvak al, met ja. een volle blaas staat ja. en nog een zenuwenplasje en een plas eruit. Ja. Ja. maar tijdens de race nooit meer. Ja. Dus, dus even... Dat is een goede tip. Om van tevoren uh, al, al wat te drinken. Alleen de je noemt het al. Dat is eigenlijk hyperhydratie. Eigenlijk is de gedachte van, oké, okay, als we dan vocht verliezen, het wordt warm, het wordt heet. Stel je mist uh, wat, wat uh, drankposten. Ja. Uh, aan de andere kant, je wil zo aerodynamisch mogelijk op je, je fiets je, stel zitten. Stel je neemt geen bidon ja. mee. Uh, want dat kost tijd. Dus je, gaat, je besluit om niet te drinken. Of je moet uh, lange tijd zwemmen. Ja, ja, dan is het ook lastig om te drinken. Ja. Als Zou je, als ik als je... niet doen naar nee. het buitenwater? Dus is het dan handig om van tevoren eigenlijk al een extra gevuld te zijn? En dat is eigenlijk de aflevering waar we het nu over gaan hebben. Ik heb nog één vraag daarvoor. Hebben we namelijk ook beloofd. Waarom even weer uit onze bloedvaten terug naar onze mond in de buitenwereld? Waarom is het eigenlijk moeilijk om tijdens een race genoeg te drinken? Wat belemmert dat? Is daar een belemmering? Nou ja, sommige mensen worden een beetje misselijk, hebben geen trek. Ja. Dat is denk ik wel En beschikbaarheid iets. is En andere, als jij tempo uh, wil vasthouden... Ja, ja, ja. Ik, ik stop rustig uh, bij een marathonpost. Ja, maar precies, maar uh, als, sommige als je echt wil knallen, dan kost dat tijd. Ja, ja. ja, dus dan krijg je andere koelmechanismen... Cool die wel zwaar goed werken door het over je heen te gieten... of uh, iets in je nek, of noem maar op. Maar Tof. uiteindelijk, ja, het moet voor jouw uh, vochtbalans... en met name dan de hoeveelheid vocht in jouw bloed... ja, moet je het eigenlijk echt binnenkrijgen. Ja, en... Uh, ik snap het. Oké, okay, dus nu gaan we naar de dag voor de wedstrijd, ja. of de dag hun voor de wedstrijd, of de week voor ons ja. Iron Manneken ja. in Horen ja. uh, deze week. Wat is het nieuwste concept inzicht? Ja. Wat, wat gaan we doen? Nou ja, de, de, het bestaat best wel lang, maar er heeft een tijdje is het weer uit de running geweest en heeft te maken met de, de stof die hiervoor gebruikt wordt: glycerol. Komen we zo nog wel op die op de dopinglijst kwam te staan? Wat dus is hij, glycerol? ja, wil je het al over hebben? Ja, ja. glycerol is, uh, ik heb het te wat heel normaal bekend uh, zit overal in modestaan. Ik aan denk ja, ja nou, dan heb je al een goed punt. <laughs> glycerol is eigenlijk in het lichaam uh, worden jouw vetten die uh, worden opgeslagen als triglyceride bijvoorbeeld. Hmm. En dat, betekent... dat, dat is de moleculaire samenstelling van vet. Dat ja. in mijn lijf zit. Ja. En ja. dat is eigenlijk triglyceriden heeft een backbone, of eigenlijk een basis van glycerol. Ja. En ze zijn eigenlijk een, drie, ja, hoe ze het? een drievoudige alcohol of zo. Ja. Dus eigenlijk alcohol, maar dan nog een extra ketentje. Een drievoudig alcohol. Uh, zit, zit gewoon in het lichaam, omdat je vetten heeft, die heeft glycerol als backbone. En daarbij daar hangt het aan of zo. Ja, daar hangen dan de vrije ja, vetzuren ja, aan. Een stokje met de. Uh, ja, ja vet. en die vrije vetzuren, die worden uiteindelijk verbrand tijdens inspanning. Ja, dus het zit overal. Uh, en aan de andere kant, het zit ook overal in allerlei voedingsmiddelen. Ja, ik heb het nog maar eens even opgezocht. Van, uh, dus het komt van natuur voor in het lichaam. Uh, je kan daaruit glycerol ook weer glucose maken, bijvoorbeeld okay. in de lever. Mag je echt te weinig hebben bij, als je langdurig vasten? Net zoals ketonen mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, het is een bijproduct bij het maken van zeep, biodiesel. Het smaakt een beetje zoet. Okay. Je kan het zo, inderdaad, ik heb nog even gegoogeld. je kan het zo kopen, zeg maar. Ik weet niet of het dan allemaal wel geschikt is voor consumptie, maar het is een beetje een uh, stroperige vloeistof. Ja. Uh, het zit wel van nature in ieder geval in sojabonen. En het wordt gebruikt als een zoetmaker in snoep, boter, gebak. Toegepast in hoestdrankjes en in zetpillen. Mm -hmm. Bovendien in tandpasta, crème en zeep en in bellenblaas. Nou, en het is bovendien een weekmaker en een antivriesmiddel. En we kennen het beter als, het, als je op die nummertjes al die E-nummers bijhoudt. is E-nummer 422. Ah, de 422. Ja. Maar Jurgen, wij zijn ontzettend nu aan het leren wat glycerol is. Ja. Ik merk dat je nog niet zo goed hebt uitgelegd waarom we willen weten wat glycerol is. Nou, en glycerol blijkt dus uh, een heel goed uh, molecuul om water te binden. En, en dat is het, uh, het goede eraan. Kijk, als, als jij veel water drinkt, je noemde het al, het lichaam denkt van ja, nou ja, dat ga ik gewoon uitplassen. Want ja, ik heb wat niet nodig. Zijn? Mijn bloed is goed. Die nieren die gaan ja. constateren. hé, hey, uh, we verdunnen te veel. Nou, dat moeten we niet hebben. Dus we gaan. Uh, we gaan ervoor zorgen dat je meer uitplast. Uh, dat werkt dan via het vasopressine, ja, ja, antidiuretisch ja, ja. hormoon. Ja. Nou ja. Dus glycerol, nu blijkt glycerol blijkt een manier te zijn. Nou, nog even een stapje terug. Want ik weet dat jij gaat zeggen van, ja, maar je glycogeen doet dat toch ook? Heb het ook, hè? Glucose. Uh, dat, dat heb op, ik wel eens in de glycerol. aflevering ja. van de Slimmer Versteren podcast gehoord. Klopt. Dat even toch voor mensen die net instappen. Glycogeen is de opgeslagen energievoorraad. Ja, als glucose, hè? Ja, daar komt het concept. Stapelen vandaan. Ja. Want dan zeg je ja. eet nou veel koolhydraten, want dan is je glycogeenvoorraad vol. Zeggen wij ook altijd eet niet te veel koolhydraten, want vol is vol. Ja. Je kan er niet meer van opnemen. En dan roept Guido, of jij ook wel eens: let op, glycogeen bindt ook vocht. Ja. Dus daar word je ook extra zwaar van. Zwaar van. En het is ook zo. En, uh, en glycogeen, nou is een hele goede uh, vocht, uh, vasthouder. Ja. Alleen, die bevindt zich eigenlijk niet op de plek waar je het wil hebben voor, voor het vullen. Want dan. Ja, voor het zweten uiteindelijk. Dat zit gewoon vast in je spiercellen ja. of in je levercellen. Ja. Ja. En je wil eigenlijk gewoon in jouw, jouw bloed eigenlijk extra gevuld hebben. Je, ja, je bloed Met bestaat voort. uit rode bloedcellen en plasma. Ja. En eigenlijk dat plasma wil je eigenlijk wel een halve liter, of misschien nog wel meer erbij hebben. Waar je denkt, ah, daar heb ik een voorraadje van. Dat ik in ieder geval daar niet te weinig van krijg. Waardoor mijn hartslag. O, omhoog moet help, gaan, help, om help, het bloed help. maar ja, voldoende rond te pompen, ja. et cetera. En glycerol is dus een, eentje die wel in de bloedbaan terechtkomt. en daar vocht vasthoudt. en niet dat signaal aan die uh, nieren geeft van: hé ah. hey jongens, we, gaan jou, uh, we moeten meer gaan plassen. Nu begin ik je te begrijpen. En even toch, want je zegt nu bloedbaan. Je begon nou ook met vetcellen. Mm -hmm. Het is ook de, de basis van een vetcel. Ja, ja. Maar zit het, bindt dat het vocht zich dan ook aan ah, die vetcellen? Nee, want in principe zit niet? het daar vast, is het daar een triglyceride. Dus ja, dan, dan, is, dan is, je dat, vol. is het echt vet. Ja. ja hoe dat precies biomechanisch of biochemisch werkt, is ja op een gegeven, er zijn enzymen die halen die vrije vetzuur af. Ja, dat glycerol gaat circuleren. Uh, Doordwaars door het lichaam gaat weer zorgen voor als jij weer nieuwe vetten uh, maakt, aanmaakt, je dat maakt die het weer zelf daarop weer gezet aan, worden. Etcetera. En hoe dat precies maar hij zou werkt. Dus ook als het vocht voorhanden is, kunnen binden aan vocht. Ja. En zich dan als het ware verstoppen in je bloed. Begrijp ik dat? Ja, dus daar kan ik me voorstellen. Maar als ik fabrikant dat... van sportdranken was, dan zou ik nu denken: ik moet een sportdrank ja, maken ik met glycerol erin. Ik heb het even opgezocht. Er zijn er nog niet zoveel van specifiek. Of... En dat, dat moeten er wel, ze dus zit er wel een beetje in, als E-nummer als bijvoorbeeld. Ja, want het is dan en een zoetstof en ja. het werkt goed om dat vocht in je bloed te houden. Maar dan zijn het best wel kleine hoeveelheden, want dan komen we komen straks wel op die concentraties of de doseringen die worden aanbevolen. En die zijn behoorlijk heftig voor glycerol. We wachten, aanbevolen doe door wie? Uh, door bijvoorbeeld het Australian Institute of Sports hmm. uh, voor hun sporters. Oh. Die uh, hebben dit al als een soort beleid, als een soort pra uh, best practice. Je moet jezelf als laden jij, met glycerol. Als jij in warme omstandigheden gaat sporten... En dat is het in Australië. Uh, jij het gevoel hebt, ik, uh, ik, ik ver verlies veel vocht. Ja. En ik vul onvoldoende aan. En je wil daar in ieder geval mee aan de slag. Ja. Nou, dan is glycerol wel een mogelijkheid om dat te gaan doen. Nou, en dan hebben ze een dosering... En nogmaals, dit vind ik niet bijvoorbeeld al bij Topsport Topics of in uh, andere aanbevelingen. Dus dit is, dit is een soort uh, hidden ja. gem in Australië nou, die je hebt gevonden? Nou, tenzij je naar de wetenschap gaat kijken van hoe solide het <laughs> bewijs is. En oh, daar jee. komen we dan straks nog oh, wel oh, op. Oh, Waar zij het over hebben is glycerol aanbevelen 1,2 tot 1,4 gram per kilogram lichaamsgewicht. Wow, dan dat betekent we jij rekening? dat jij uh, met je 80 kilo al snel uh, 120... Gram Glycerol. Glycerol. En dat moet je dan oplossen in, uh, nou, in, in vloeistof. En dat neem je dan 90 tot 180 minuten voor de inspanning. Met als doel om zoveel mogelijk stof met vocht in mijn bloed te krijgen. In mijn bloedbaan zonder dat mijn lichaam het of gaat uitplassen. Of ook die hyponatremie. Hypo ja. dat doet ook niks op je zoutbalans. Nee, precies. Dat is het mooie, omdat het gebonden is. Juist. Dan verdunt het op zich die natrium in je bloedwinnen. Hey, ja. uh, met wat wij daar nu over bespreken, gouden idee. Goude idee. Doen. Zeker. Maar dan is onze wetenschapsjournalist even naar de nou evidentie ja. op zoek kijk, gegaan. Kijk, een beetje wat zij dan zeggen. En dat kom je ook in de studies: het wordt vaak niet. Nou ja. Studies die, die mixen het nog wel eens graag met andere stoffen. Uh, wat, wat in ieder geval de AIS ook aanbeveelt, is om het met een ice slurry. Dat zijn die Australiërs. Ja, ja, te nemen. Dan zou je het zelfs van tevoren, maar misschien ook wel tijdens kunnen nemen. In ieder geval wat, wat sneller van tevoren. Nou, daar weten we van: ijsslurry wordt ook genomen hè, omdat je daarmee die kerntemperatuur echt een beetje. Ja. Nou ja, ja een beetje ook slijt. Van, van ja. binnen uitkoelen. En het mooie daarvan is: het wordt al van nature gebruikt in slurry. omdat het. Vanwege de antivriescapaciteit. Uh, ja, die noemde jij net in de ja. rijtje toepassingen. Als je dat niet doet, dan wordt die in een harde brok, begrijp ik. Dus het feit dat het een beetje lekker kan Dat het slurry uh, is, mixen, is de glycerol. Ja, zit een glycerol. Um, ja, nou ja. Als je dan weer gaat googlen dan. En Google is echt uh, goud wat dat betreft. Kleine kinderen onder de vier jaar, let op hè, als jij dus luisteraar denkt van hey, dat is misschien ook wel eens goed voor mijn kind. Onder de vier jaar werd op een gegeven moment gewaarschuwd dat hij niet veel ijsleuring moest nemen vanwege de grote hoeveelheid glycerol erin. Let op, alleen kleine kinderen. Kan je ook overdoseren ja, op glycerol? Dus kleine kinderen wel en het ging uh, met name om hoofdpijn. Ja, en waar ik dan... Ja, ik kon daar niet de vinger achter krijgen wat dat was. Maar volgens mij is dat gewoon... Op het moment dat jij jouw jou, uh, ijs weer in je bloed brengt... Ja. Kan het zijn dat die glycerol zich een beetje weer uh, uit die ijs trekt, zeg maar. Een ja, beetje ja. ergens anders nou ja, opgenomen of op andere manier opgenomen. Dus dat de extra koude extra aankomt ja, in je hoofd. denkt dat dit gewoon brainfreezing is. Ja. Ja. En dat dat uh, mogelijk... Want ik kon verder niet iets vinden... waardoor glycerol echt gevaarlijk zou zijn. Oké. Okay. Nou, normaal fijne kinderen... die misschien te veel willen nemen. even toch snel. Jij ja, belooft net uh, de wetenschappelijke evidentie. Ja. Nou, wat wat een, zegt die? Ja, um, We toch nog één... Ja, nee, dat kunnen we zo... Dat gaan we doen. We, er is een uh, mooie review uit 2023. 38 is dus recent, tuur, hè? want ja. het is nu 24 Ja. 38 studies uh, naar gekeken en in 22 werd ook echt naar de prestatie gemeten. Nou, wat, wat je dan doet is eigenlijk een standaard inspanningstest op een fiets, hardloopband, verschillende manieren. Ja. Uh, en, en gewoon kijken van de mensen die van tevoren uh, hydrateren. Uh, met ja, maar dit was onderzoek was het een onderzoek naar glycerol of hyperhydratie hyperhydratie of? en daar komen dat meeste daarvan is wel met glycerol gedaan maar ja. vaak wat ik al zei in combinatie met andere stoffen creatine hebben we het ook wel eens over gehad ja. met glucose dus als je al nou sportdrank doet ja. en dat is ook een uh, glucose bindt natuurlijk ook veel water dus ja. in die zin werkt dat ook wel en met natrium met natrium komen we straks ook wel weer op Heeft ook al wel over gehad wat je soms ja sommige studies verschillende doseringen soms werd het eenmalig toegediend soms wel een week lang nou de test werd in ieder geval uh, uitgevoerd onder warme omstandigheden maar als je dan die wetenschap kijkt dan is het toch wel echt mager Of in ieder geval uh, ja, uh, niet eenduidig wat dat is de uitkomt. conclusie van de review nou ik het in, in 26 studies, nee, even kijken, als ik kan, even kijken, de meeste, nou, de helft van de studies, die vinden inderdaad een verhoging van het plasmavolume. En dat zeggen we, dat is prettig, ja, want dat helpt je op een warme dag. Van 4 tot 13 procent. Dus het lijkt te werken, het lijkt inderdaad vocht vast te houden dan tijdens of na afloop van die inspanning. Mm -hmm. Dus je verliest net zoveel, maar je hebt gewoon je hebt meer, ja, voorraad. meer voorraad. Ja. Als je dan kijkt, ook uh, bijvoorbeeld de verlaging van de, of naar de kerntemperatuur. Stijgt die minder hard of stijgt die minder? Dan vind je dat ook, ja, het is steeds weer de helft van de studies. Ja, waarom niet overal werkt, dat is dan onduidelijk. Dus dat wat het belooft, ja, dat is natuurlijk het idee is van meer vocht. Dus dan die kerntemperatuur blijft langer laag. Ja, misschien is het, het, het lichaam, werkt dan toch misschien wat complexer. Vinden ze in de helft van de studies. Um, Alleen wat je ook vindt, en dat is wel in de meeste studies, in ieder geval problemen van je maak-darm systeem. Extra. Dus dat is een, een, een bijeffect. Ja. Extra problemen ja, maak-darm. Ja. Dus je, ja, je moet toch behoorlijke hoeveelheden innemen. En dan ga je darmen wel van protesteren. Ja, dan zou je kunnen zeggen uh, training the gut. Dat mm -hmm. wordt misschien aanraden. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Doe dit niet even. Uh, laatste, hè? Doe het niet moment. in de week voor je nee, eerste I'm a Nee. <laughs> <laughs> Samen met je Red Bull of uh, noem maar op. Die mensen <laughs> ken ik. Of met je frikandelletje van tevoren. Nee. Na afloop. Het is een herstelfrikandelletje. En het goede ook weer. In de helft van de studies, als ze dan mensen een bepaald vermogen laten fietsen, dan zien ze ook dat die hartslag relatief lager blijft. Kijk. dus het blijkt dan wel te, te doen in normaal de helft van de studies van wat het belooft. Dat ga ik even je naar prestatie ben maar je zegt drie keer de helft, hè? Ja. In die andere helft. Wordt er dan gewoon niks gevonden of niet genoeg gevonden? Niet genoeg. Of, ja, 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 niet genoeg. Geen ziet je kan het zich zich difficult te verschil. Of, ja. Uh, ja. Maar ook geen tegengestelde effect. Nee, niet zozeer van uh, dat het. Uh, nee. 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 Dus nee. dat valt. En het is ook niet één op één dat we ze zeggen. Ah ja, als je meer darmproblemen krijgt, dan werkt het minder. Anders nee, nee noem maar nee. op. Okay. Kijk je naar prestatie, dan is het, uh, hangt het nog vanaf of je een gesimuleerde triatlon doet. Bijvoorbeeld of een, een tijdrit op een fiets. Uh, kijk, bij een gesimuleerde triathlon was even een groot verschil. 10 tot of 5 tot 11 procent betere prestatie. En dat zat er met name in, in het hardloopgedeelte. Uh, ja, waarbij dan ook blijkt dat op... Ja, je kan het voorstellen dat je met een triathlon toch te weinig vocht inneemt. Nou, gesimuleerd nogal. Uh, ik weet niet precies hoe ze het in het lab hebben gesimuleerd. Maar of dat ze het wel in het vel deden. Maar in ieder geval warme omstandigheden... Op gezette tijden zullen ze best wel een drankpost hebben neergezet. Maar natuurlijk minder dan je normaal doet. Nou, uh, op die manier. Op de loopband vonden ze geen effecten. En dan heb je misschien wel weer te maken met het feit dat je natuurlijk wel het kilo's... Uh, Omdat je extra kilo's meeneemt. Ja, 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 ja. En ik zit ook meteen en te denken... En dat is ook wel een... Als je praat over nadeel is darm... problemen. Uh, darmproblemen. En, en gewicht. extra kilo's. Ja, ja, extra ja, ja. Gewicht. Die je natuurlijk tijdens je wedstrijd gaat ja. verliezen. Maar dan moet je wedstrijd wel lang genoeg zijn. Ja. Dus daarom zeg je, jij zegt ook triathlon. Wij zeggen al voor de grap, volgende week doen wij een eiwen Manneke. Ja. Dat komt natuurlijk, als mensen het over een hebben, kan je het hebben over een hele triathlon. Ja. Waar je tussen de 8 en 16 uur mee bezig bent. Ja. Of over een kwart triathlon, wat wij volgende week gaan doen. Ja. Waar je tussen de 2 en 3 uur ja. mee bezig bent. Ja. Ja. De, eh, precies. Vier uur. Precies. En het, ja, daar hangt nogal af hoe heet is het allemaal en hoe warm ja. is het. En het eigenlijk... Zegt deze studie iets van, maar, maar die gesimuleerde triathlon, was dat een hele triathlon? Nee, dat was een kwart. Ja, ook? Ja. ja. Hm, Oké. Okay. Nou, nou euh, hebben ze gekeken van, ja, kan jij meer trappen? Hebben ze echt gekeken ja, eigenlijk met sterker? vermogen of ja. het aantal energieverbruik op een fiets. Dat bleek, ja, ook in een aantal studies, ja, het blijft allemaal de helft een beetje inderdaad zo te zijn. Uh, het meeste uh, positieve vind je wel in die um, tijd tot uitputting bij een inspanningstest, waarbij eigenlijk het, in, het, uh, het vermogen steeds wordt opgeschroefd ja, ja. of de snelheid op een loopband. Test, uh, ja. ja, op die manier. En dan vinden ze eigenlijk in vijf van de zeven studies die op die manier naar prestaties hebben gekeken, dat er een verbetering plaatsvond. Kortom, je kan het langer volhouden. Ja, dus zij zijn toch. Licht positief over het effect van, uh, ja, van, van glycerol. Wat dat betreft. Want aan de andere kant, het is niet negatief. Nou, als de helft van de studies toch nog wel iets suggereert. Eh, ook richting nou, verlaging kerntemperatuur, hartslag. Lijkt er wel iets in te zitten. Um, straks maar met, met Guido. Ik ben heel ja, benieuwd of hij he? het al... praktisch of, maken? En ik krijg maar weinig getallen nog. Ik weet niet of dit bijvoorbeeld gebruikt wordt door nou, Tour de France wielrenners voor een tijdrit. Ik noem ja. het wat. Of door triatleten die in een hele heet, een ja, lange triërdlopen... Ja, maar toch lopen, even. Tour uh, de France komt er ook bijna aan. Ja. Gaan we het volgende week eens over ja. hebben. Jij zegt net in een heel kort bijzintje, en ik liet hem even lopen. Glicerol. Stond of staat ja, op de dopinglijst. Precies, maar nu niet meer. Oké, okay, nou, stond. Uh, ja, in 2010 werd aan de dopinglijst toegevoegd omdat het nou, als plasma volume expander, dus uit ja, grote ogen, ja. maar met name omdat het daarmee bloeddoping kon maskeren. Ah. En je weet, je kent de verhalen wel. Uh, uh, Laurens Den Dam, die ochtends vroeg in de badkamer kwam waar Thomas Dekker. Uh, poogde om een, een zak uh, fysiologisch zout bij zichzelf te prikken. En waarom deed hij dat? Omdat hij zijn hematocriet, zijn volumepercentage rode bloedcellen moest niet te hoog zijn. Als jij een bloedzak, wat voornamelijk bestond uit rode bloedcellen, gaf, ja, dan moet je eigenlijk ook je je plasma, je plasma omhoog, want de poort Dus het dan daarna mee. moest ja, hij ja, nog ja, ja. zo'n zak plasma geven. Dat ging helemaal niet goed. Hij ging onderuit, bloed overal, spetters, noem maar op. Ja, dat hoorde daar ook nog bij. En dus op het moment dat jij je rode bloedcellen lekker gaat verdunnen. Ja, ja dan gaat natuurlijk de dopingautoriteiten niks vinden. Aan, uh, dus dat is wel goed om te begrijpen. En eigenlijk een extra steunbewijs dat dit werkt. Want blijkbaar heeft dus ook vanuit de dopingautoriteit, ja. hebben ze gezien, hé, hey, dit is een stof die helpt om plasmavolume omhoog te krijgen. Aanwijzingen dat, en misschien aanwijzingen dat het ook gebruikt wordt Aan de andere kant, kant, in 2018 is het er afgehaald, omdat, ja, omdat, hier, wein omdat hier weinig evidentie voor was. Aha. Misschien dat mensen het toch weinig gebruikten, of dat het, ja, nou ja, dat is wel interessant, daar weet ik het uh, fijn en niet van. Nou, in ieder geval staat het erop. Ja. En, toen de gedachte mensen van ja, maar zijn er misschien andere stoffen die we kunnen inzetten? En toen werd ook natrium genoemd, daar hebben we het al over gehad. Want als jij veel zout eet, ja, ja dan ga jij ook veel drinken. Oh ja. En, en dan... het mooie is, het systeem denkt van ja, ik hoef dat natrium niet per se, uh, zolang je daarbij extra veel, of goed drinkt, dan blijft het natriumgehalte natuurlijk hetzelfde. Ja. En dan denkt het systeem, ach. Ik hoef geen extra natrium uit te plassen, want op zich is mijn osmolaliteit mijn de verhouding. De, de verhouding is in orde. Nou, dus ook in die uh, review zijn een aantal studies gedaan die ik noemde met, met natrium of samen in natrium. Ja, dus gewoon eigenlijk zout ja. He, Even het oma's wijsheid: uh, kippensoep. Ja. Drink even de, uh, kippensoep voor ja. een warme nou, inspanning. En dan blijf je ja. lange tijd nog dorst houden. Hè? Ja. Dus jij uh, toch wordt. Eigenlijk, en er is ook een fabeltje, las ik dat mensen zeggen: ja, maar hout, zout moet je ook innemen tijdens inspanning. Ten eerste, nou ja, hebben we het al over, gehad, omdat je dus veel verliest. Nou, dat blijkt eigenlijk wel mee, wel mee te vallen. Uh, vergeet niet dat zout is ook opgeslagen, bijvoorbeeld in botten en, en onder de huid, etc. Je hebt ook allerlei voorraden en het systeem kan daar ook wel uh, uithalen. Mocht jouw natriumgehalte echt te laag worden in mm -hmm. het bloed. Mm -hmm. En het andere is wat gezegd wordt: natrium helpt eigenlijk om extra vloeistof op te nemen als je dat dus zout water drinkt of kippensoep. Dan gaat er echt het vochtopname is makkelijker. Uh, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Um, dus dat is eigenlijk een fabel en eigenlijk zegt men ook extra zout nemen moet je niet doen tijdens inspanning. Echt, echt, echt een zoutpil wordt we genoemd. Ja, het ja zie uit. ik wel eens mensen mee Omdat ontlopen. je dan enorm dorstgevoel krijgt en uh, continu alleen maar wil drinken, drinken, drinken met weer dat risico op eigenlijk watervergiftiging. Als je goed kijkt, hebben gewoon de meeste jelletjes, sportdrankjes, bananen. Maakt allemaal niet zo uit. Daar zit gewoon al natrium in. Ja. Dus daar ja. hoef je geen, ja. geen extra zorgen over te maken. Dus eigenlijk, er is ook wel wat aan. Dus mensen, nou ja, daarmee is ook het idee van: ja, extra zout eten van tevoren als uh, voor de race om veel vochtvaart te houden. Ik zou het niet doen, ook van, omdat we natuurlijk op lange termijn weten dat veel zout geeft problemen richting hoge ja, bloeddruk. Problemen. Dat, is, ja, ja, ja. Uh, dat zijn natuurlijk genoeg waarschuwingen. Voor. Zullen wij uh, met dokter Vroemen hierop in uh, ja. zoomen om te kijken hoe we dit praktisch maken? Ja. Als jij daar aan toe bent, dan zit er natuurlijk altijd even nog het tussenstukje in de aflevering. Namelijk het moment dat we onze luisteraars even in het zonnetje zetten. Laten we dat doen. Dat doen we tegenwoordig met twee segmenten. Allereerst ga ik zo de nieuwe vrienden van de show een shout-out shout geven. Maar de. Letterlijke hardlopers in onze webshop zijn de nieuwe snelle sokken. Slimmer presteren, snelle sokken. Die kan je kopen, maar die kan je ook verdienen. Door ons in een berichtje van 30 seconden te vertellen. Wat is nou één ding uit die meer dan 180 afleveringen sneller presteren. waardoor jij sneller bent gegaan? Nou, deze week. Ik kan hem niet helemaal aan het thema koppelen. Anders dan dat ik denk. Ja, Arnold die uh, liep ook marathons. Onder andere de marathon van Enschede, net zoals ik dit mm -hmm. jaar. En uh, die stuurde een bericht in, Arnold Harbers. Laten we maar eens even luisteren. Sneller met slimmer presteren. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miet, niet. Goedemorgen Gerrit en Jurgen. Hier Arnold Harbers. Aflevering waar ik heel veel aan gehad heb is aflevering 137, terugblik Rotterdam Marathon 2023 over de blessure van Gerrit. Die luisterde ik vorig jaar en toen realiseerde ik me dat ik ook mijn blessure niet langer moest negeren. De Marathon Enschede 2023 ging dus aan mij voorbij, afgelopen najaar. Eindelijk weer pijnvrij kunnen trainen. En dus met als gevolg afgelopen zondag Marathon Enschede 2024 uitgelopen in een PR. Veel succes met de show. Ja, heeft helemaal niks met hydratatie te maken. Ah, ja, 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 maar wel een ja. mooi verhaal. Precies. Enige, nou, ik kan hem wel linken. Uh, volgende week gaan wij naar Horen. Daar komt natuurlijk ook een naverschouwingsaflevering yep. van. Hè? Dus yep. hopelijk uh, zitten daar nog wat lessen in. Stay yep. tuned. Yep. Uh, mooi verhaal van Arnoud. Arnoud, de snelle sokken komen jouw kant op. Uh, moest jij nog ergens aan denken als je dit hoort? Ja, dat die blessure van jou dus wel erg goed, ergens goed voor ja, is geweest. Het, het was een bijna dat, blessure uh, toen. Hè? Ja. Dat uh, De kuit uh, trok strak en ja. ging pijn doen. En toen hebben we dat net op tijd met en oefeningen en wat meer fietsen ja. uh, er weer uit weten ja, te ja, krijgen. Ja, ja. um, Hé, hey, vriend van de show. Mensen die voor het eerst luisteren, wij maken dus al bijna 4,5 jaar deze podcast. Dat doen we met heel veel liefde, heel veel passie. Ik werd laatst door iemand gevraagd: is dit hobby of is dit werk? Ja, wat ik, zou willen, je. ik zou willen dat we van onze hobby het werk kunnen maken, maar feit is: als ik gewoon kijk naar de balans uh, qua geld, dat er nog steeds heel veel liefde en uh, hobby Wel Een leuke hobby trouwens. Hè? Het is de allerleukste hobby ja. naast triathlonnen die ik ooit heb gehad. Um, maar dat betekent dat wij luisteraars die onze afleveringen waarderen vragen: van nou steun ons dan ook een beetje financieel in de productiekosten door te gaan naar vriendvandeshownl podcast. Daar kun je namelijk een kop koffie per maand doneren, of liever nog. Een, kop, een pot koffie per jaar. Want dan betalen wij maar één keer transactiekosten. En er is weer een heel rijtje mensen die dat gedaan heeft. Jurgen, Leuk. ik stel ze aan je voor. En als je nu luistert, kijken of je nog een bekende kan spotten. Iemand die een pot schonk, dat was Dirk Pas. En ook Stef Nijsten gaf een hele pot koffie. Ties zonder achternaam, deed het. Vincent Vrijhoef. Erik Abink. Alex Marianne. En Erik Roeten willen we via deze weg heel erg bedanken voor jullie steun. En uh, welkom bij het Lege Vrienden van de Show. Je hebt daarmee toegang tot de exclusieve Slimmer Presteren Strava Club. Je kan in onze WhatsApp-communities. En natuurlijk 25% korting op die webshop die we net noemden. Dus uh, had je het nog niet gedaan, we dus krijgen af en toe wel eens van die berichten: zo'n mail zeggen. Ja, ik zit al jaren te luisteren. Ja. Maar tot nu toe geen vriend van de show geworden. Doe het nou maar even. Dan uh, word je misschien ook in. Nee, niet misschien. Als je doet, word je in een toekomstige aflevering genoemd. Misschien moeten we die gewoon gaan weigeren in de mail, niet beantwoorden. Ja, de, so, ja. ja mensen hebben sowieso wel het idee dat. Die, die hebben voor uh, sowieso mensen als je snel antwoord wil eerst. Ja, je is, hoor. Nou, ja. Zo is je. het natuurlijk nog niet. We waarderen jullie betrokkenheid enorm, maar uh, fijn als dat zich ook vertaalt in een stukje financiële steun. Ja. Tot zover, laten we overschakelen naar Guido Vuma. We gaan zoomen. Guido, hey. goedemorgen. Guido. Goedemorgen. goedemorgen. Ik uh, neem nog even een extra slokje water. <laughs> Wat heb jij te drinken staan daarnaast je? Ik? Ja. Kopje Coffee. koffie. Ah, lekker jongen. Lekker hè? Ja, maar dat, ja, ont dat onttrekt juist het ja. vocht toch? Nee, nee? Dat, dat is een fabel. Dat is, dat is een fabel. Nee. Nee. Nou, Jezus man. We, laten we daar even mee beginnen, ja. Laten ja, we daar even mee, mee beginnen. Mee. <laughs> het verhaal dat koffie vocht af zou drijven, Guido. Waar nee, of nee, is niet waar? waar. Nee? nee, is niet waar. Is niet waar. Er gaat niet meer vocht uit als dat erin gaat hoor. Ah ja. Oké, okay. okay. fijn. Oh ah, ja. ja. Dus kunnen we Ja. Gaan, hè? ja. ja. Of heb je nog, nog een extra stofje toegevoegd in jouw koffie? Iets vocht, ja, vasthoudend. Ja, wat extra. Wat, dat ik wat vocht op kan slaan. Hè? Wat ja. ik dat mee, beter vasthoud. Ja, dat ja. werkt. Uh, ja, dat hoef ik nu niet. Want uh, zo warm is het nog niet. Ehm. Um, maar daar heb je wel stofjes voor, ja. Ja, precies. We ja, hebben net heel, heel veel geleerd We're over rol En hoe dat uh, nou, zich als het ware vocht in het bloed kan verstoppen. Zodat het niet uh, uitgeplast wordt en uh, geen uh, signalen geeft aan de hormonen. En onze prangende vragen, zei ik: zeg, hoe maken we dit praktisch? Eén. Is het al iets wat jij bijvoorbeeld doet, of de atleten die je kent, doet in de praktijk? En zo ja, wat is dan het protocol? Hoeveel, hoe waar? Uh, hoe, hoe moeten we hiermee omgaan? Maar, maar laten we bij het begin beginnen. Pas jij het preloaden van vocht op een bepaalde manier toe? Nou, het rol heb ik wel al eens een beetje zo geopperd, maar het, het, het is een beetje weerstand. Want als ze het eenmaal geproefd hebben, dan denken ze: Gadverdamme. <laughs> oh ja. Guido, ja. moet ik dit. Hoeveel van moet ik daarvan drinken? Twee liter? Boah, ja. Is maar het heel smerig, dat... ja? Ja, het is niet lekker. Het is, het, ja, ketonen zijn niet lekker, maar dit is ook niet lekker. J Jij hebt het zelf ook wel uh, uh, even geproefd. Ja, maar geen liter. Nee, nee precies. <laughs> hoe, zou je, hoe zou je de smaak omschrijven? Waar doet het aan denken? Een beetje zeepachtig of zo? Mm. Echt? Ja, het zit ook in zijn. Maar jij zegt het, zee is huh? zoet. Ja, het is een zoetstof. Licht zoet. Ja, dus ik. Maar het is niet lekker. Hoe, hoe je het verpakt, denk ik. Maar oké. Okay. Ja. ja, het is echt niet een lekkere stof of zo hoor. Okay. En het is, je moet gewoon best wel veel van ja. laden van tevoren. Om ervoor te zorgen dat je dan. Ja, dat je dat zeg maar als een spons vasthoudt, hmm. om het zo te zeggen. Um, dus het is ook wel even een opdracht. Kijk, als je de, wanneer heb je dat nodig als je, echt de, als je echt heel veel vocht verliest? En dat je denkt, ja, hier ga ik, ik ga vandaag de problemen komen, ik ga meer vocht verliezen dan dat ik erin kan gooien. Ja, ja. Dus ik moet al met een plus zoveel procent eigenlijk beginnen, wil ik niet. Te laag in de min procent uitkomen. Ja, dus dan hebben we het per ik... definitie over lange duurinspanningen. Ja. Marathons lopen in de warmte, triathlons van een kwart afstand of Bij, langer. Uh, denk uh, ik nou, al. Ja, veel langer. Bij grote hitte. Half en hele, en, half en uh, hele. Ja. in de ja. hitte. Ja. 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 ja, en half en hele. En dan hebben we het over grote, vaak ook grote triathleten. die echt dus wel twee liter op een uur kunnen verliezen aan ja. vocht. Nou, drink dat maar eens bij. He, mm. Dat hoeft ook niet per se. Maar ja, als je, als je zes, zeven, acht uur bezig bent. en je hebt steeds elk uur een tekort van. nou ja, een halve liter. ja, dan houdt het op een gegeven moment. Heb je, kom je toch in de problemen. Ja, ja. oké. Okay, dus dat is wel een goede afbakening van de praktische context. Ja. waar dit plaatsvindt. Ja. ja, dus dat moet je dan. En dan, wanneer doe je het dan? Ja. Niet bij elke wedstrijd. Kijk, als je omstandigheden hebt waarvan je denkt. ja, maar nu is het echt. Zo warm, en er is, um, uh, um, is zo'n dadige luchtvochtigheid dat ik zoveel vocht ga verliezen, dat krijg ik niet meer bijgetrokken. Ja. Kijk, als het 20 graden is, verlies je ook wel veel vocht. Maar dan is het niet extreem. Hmm. Ja. Dan, kom, dan kom je gewoon met je met je, je elektrolyt en zo, kom je wel uit. Het, is, het wordt pas lastig als het extreem wordt in de omstandigheden. Maar... Um... Ja, wij hadden het. Ik, ik heb wel iets gevonden erover op de Australian Institute of Sport AIS sites ja. bijvoorbeeld, maar op ja. Nederlandse sites minder, of niet zelfs. Nee. Dus ook vanuit de wetenschap is het nog niet nee, maar een beetje 50-50, of het allemaal wel heel zinvol is. Hoe, uh, hoe, hoe ben jij er tegenaan gelopen? Ja, dat ga je zoeken als je denkt. Ja, er moet iemand een triathlon doen in Cozumel. En het is daar 30 graden en het is de, de hoge luchtvochtigheid. Je gaat daar echt heel veel vocht verliezen. Hoe kunnen we ons mm -hmm. uh, daartegen wapenen dan de gewone standaardpraktijken? Hoe kunnen we ons beter uh, voorbereiden daarop? Ja, dan kan, ga je zoeken naar dat soort dingen ja. en dan uh, kom, je dus, kom je dit ook tegen. Ja. Ja. Maar denk jij, want uh, in wielerploegen of andere uh, triatleten, et cetera... Nee. Ja, kijk, wielerploegen dan Tour de Fransen je ook veel vocht, hè? Mm -hmm. Dus ja, maar ja, ze kunnen wel altijd nieuwe bidons krijgen, ja. dus ze kunnen altijd koelen, dus dat je bent niet aangewezen op één bidonnetje en een volgende verzorgingspost wat we bij het Triathlon hebben. Nee. Dus en dan wordt er ook vaak, hè, dan kun je ze ook nog op meerdere plekken iets aannemen, dus daar heb je al meer mogelijkheden om onderweg nog iets te doen. Ja. En dat is wel beperkt bij um, lang Ja, klopt. Ja. Okay. Dus dat is, een, dat is een lastige. Dus, dus ik, daarom zullen zij dat ook gewoon, ja, minder de noodzaak hebben om dat heel erg, um, om, om daar heel veel aandacht aan te besteden. Exact. Dus we hebben het nu even specifiek, zoomen we in op dat glycerol, hè? Mm. dus het, het preloaden ja. van vocht met glycerol. Eerder in de aflevering noemde ik ook al dat jij bijvoorbeeld in, in, de, in de aanwijzingen op de dag voor oh, ja. een marathon altijd zegt, ja let op, drink even wat meer dan je gewend bent. Misschien moeten we even daar beginnen. Ja. Uh, en wat algemener, wat, 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 wat is een goed protocol op de dag voor... Het zij een marathon, het zij dan wel een kwart triathlon. wat wij volgende week gaan doen. Wat, wat zou je daar, uh, hoe, hoe pak je dat aan zonder dat je, je helemaal blind piest? Ja, dat is het. Als je heel veel gaat drinken. het dubbele van wat je normaal doet bijvoorbeeld aan vocht. dan ga je er ook meer verdunnen. Ja, en je ja. moet er ook voor zorgen dat je het, het, het vocht wat je gaat drinken ook vasthoudt. Hè? Dus je, je zouten heb je nodig, elektrolyten om het vocht. Um, nou ja, in, intravasculair en je plasmavolume vasthouden. Hè? Dus naast gewoon water drinken. moet je er ook voor zorgen dat je dan ook wat meer zout inneemt. En ja, ik vind eigenlijk altijd een hele simpele. dat is het ORS. Hmm. En ORS is, is Oral uh, Rehydration Solution. Ja. En dat is eigenlijk wat je op, uh, ja, tegen reizigersdiarree. eigenlijk meeneemt. als je alles uh, eruit. Uh, race poept en, ja. en overgeven. En dus je gaat dan ook uh, in de dehydratie. En dan, dan, dan zit daar nou ja, genoeg zouten en ook wat glucose in. Um, als je dat wat extra neemt, dan zorgt dat er ook voor als je daardoor bij een litertje extra bijvoorbeeld uh, op een dag zou drinken, dat je dan daardoor ook wat meer vocht bindt. Ja. Ja, ja. In je systeem. En de ORS je koop je gewoon bij de drogist, toch? Het is gewoon een zakje ja. poeder? Ja, het is gewoon een zakje of een bruistabletje. Ja. Ja. En dat, je... Doe je, ja, dat doe je liever dan, uh, uh, dan kipsoep. Kippensoep met heel ik ook veel lekker. zout. Vind ik ook lekker. Ja. ja, maar dat is gewoon wat minder makkelijk om dat even te maken. Ja, precies. <laughs> Juist. Ja. Jij, jij vindt... En juist door de samenstelling eigenlijk van ORS is zoals ja. plasma eigenlijk dezelfde de ja. samenstelling qua elektrolyten ja. en natrium en noem maar op. Uh, iso zou dat iso 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 Isotoon. Isotoon. Ja. Isotoon. Ja. Ja, ja. ja, precies. Dus dat is wel uh, interessant. Eerder in deze aflevering hadden we het over dat vochtbalans is natuurlijk een puzzel die niet alleen gaat over geen tekort krijgen, maar ook over niet te veel. En dan zeg ja. je dus eigenlijk dus ook op die dag voor de wedstrijd. Als je niet een long distance of een hele triathlon gaat doen... en met rol wil experimenteren, gewoon één litertje ORS. Nou, dat is best wel ja, een slimme aanpak het is, voor, voor een warme dag. Het bedankt. is niet een liter ORS. Het is, dat zit meestal zeg maar gewoon in een... In een glaasje van 200 milliliter. Ja. En, oh, en de rest is dan gewoon. Omdat vol. ik jou net hoorde zeggen: een literje extra drinken. Ja, een literje extra liter. drinken. Maar niet okay. een literje extra o Oké, oké. Nou, goed <laughs> dat je dat even nuanceert. Ik zag mezelf <laughs> al: nog een poedertje, nog een poedertje. Dan moet je daar vijf van die bruistabletten in een liter. Nou, oké. Okay. Nee, nee. Maar je kunt het ook gewoon in een, um, uh, in een bidon erbij gooien. Dat is het makkelijke van bruistebletjes. Nou, je hebt hier je bidon en dan. En dan krijg je daar nog een extra tabletje van mee met, met de ORS? Dan heb je ook wat elektrolyte erbij. Ja. En ken je nog andere vulmiddelen naast Visserol? <laughs> Klinkt ook lekker. Vulmiddelen. vulmiddelen. Ja. Nou ja, je, het gaat er met name om dat je port gaat binden. Hè? Ja, en, en dan leest ja, je. Wat, 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 ja, als je dan andere supplementen gaat bekijken. Wat, wat houdt ook vocht vast naast dat glycerol en extra zouten? Want als je van tevoren meer zouten gaat eten, mm -hmm. ga je ook vocht vasthouden. Um, ja, creatine is ook iets wat vocht bindt. Ja. maar niet in de zeg maar. Dan moet je hoef je het niet in de, in de standaard. Protocollen om, hè, in opbouw, maar dan heb je gewoon, wat is het, ...3 tot 5 gram per dag hè, in plaats van 20. Ja, ja, dan doe je het niet. Zo en hoe, hoe, hoe om, ver uh, van tevoren begin je eraan? Ja. Eigenlijk kun je dat een paar weken van tevoren al doen. Hmm. Creatine kun je altijd gebruiken, hè? Ja, dat is, dat is goed voor je. Gemaakt, maar dan, ja, dan, dan heb je een ander doel eigenlijk. Ja. Dan specifiek voor uh, het ophogen van echt die creatinevoorraad in je spiercellen. Voor ja. uh, die, meer kracht of explosiviteit of snelle energie. Daar doe je het dan niet voor. Nee. Nee, nee okay. maar ja, het is sowieso goed voor je spieren. Ja. Uh, in ieder geval voor je energie uh, in je spieren. En uh, ja, wat ze vaak als nadeel zeggen van creatine. Tenminste, diegene die het gebruiken Oh ja, maar daar word ik ook zwaarder van. Ja. Ja, dat is dat. Maar hier is het... Hier is het juist gunstig, want dat zware komt juist omdat je water bindt. Ja, precies. Ja. Maar dat is wel een, punt, een goed punt, want daar hadden we het ook over. Er zit een nadeel aan als jij te veel vocht weer gaat vasthouden. Ja. Bijvoorbeeld voor, voor een marathon of iets. Je juist moet het hardloopgedeelte, ja. Ja, maar dat doe je ook met glycogeen stapelen. Ja. ja. Hè, als je gaat glycogeen stapelen en je zorgt dat je glycogeenvoorraden echt nok, nok, nok vol zitten... Mm -hmm. Ja, dat bindt ook met water. Dus, maar het dat water, dat, nou, als je het glycogeen gaat afbreken, komt dat water ja. ook weer vrij. En dan kun je dat daardoor ook weer gebruiken voor je koeling. Ja, want dat is nog wel een vraag die ik heb. Hè? Want we hebben het over water verstoppen in je bloed met glycerol. Ja. Water binden aan creatine in je spieren, neem ik dan aan. Ja. Water binden in je glycogeen. Door koolhydraten ja. stapelen. Um, is al dit vocht en water weer tijdens je inspanning, komt dat inderdaad vrij om lekker uit te zweten of lekker te koelen? Nou, de weg zal wel ondertussen ook weer via. Even, even een momentje. hoor. Um, de, de weg uh, van het water, dat, dat gaat natuurlijk overal naartoe, omdat je meerdere processen hebt. Um, want we hebben overal in alle cellen wel water nodig, maar in het plasmavolume komt het en dan gaat het naar de zweetcellen. Ja. En, en de, daar wordt het dan gebruikt om um, uh, zweet van te maken, wat, wat je op de huid krijgt en wat gaat verdampen. Ja. ja. Stomme vraag, maar ik ga hem toch stellen, want stomme vragen bestaan niet. Weet je wat ik wel eens denk? Als ik je dus lang. Uh, stel, ik krijg dorstgevoel. Hadden we het eerst, uh, ja. eerder ook over. Maar ik, ik voel ook. ook dat ik moet plassen. Ah. Kan het lichaam niet gewoon <laughs> wat vocht terug uit je blaas trekken, Guido? Um, dat is een goede, vind ik. Ja, toch? Want ja, weet oh, je, Fijn. Ja, ik heb dan nee, zo'n denkmodel en dan denk ik, ja, maar dat kan ja. niet, want dat is one way. Nee, maar je hebt ook wel eens dat je gaat fietsen en je moet ontzettend piesen. En je denkt, ah, ik moet door, ik moet door. En op een gegeven moment denk ik, ja, ja. ik hoef me niet meer te piesen. Nee. En, en dan is broek, Waar is het naartoe? Ja, dan is je broek nog niet nat. Nee, nee precies. Oké, okay, ik <laughs> nee, dacht dat het een hele nee, stomme maar... vraag was. Maar het, 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 zou je blaas een bron van vocht kunnen zijn voor je lichaam? En volgens mij ben je dan een stap al te ver. Toch? Dat is de ja. uitgang of niet? Nou, ja. en, en maar kunnen we, kunnen we dat onderzoeken? Dan wil je alleen je, je vocht terug, <laughs> want je wil niet die afvalstoffen. Die nee, je wil, je diep, maar niet, dus... dan wordt je plas geconcentreerd, ja, ja. toch? Ja, dat is ja. toch prima? Nee, maar je, hebt een, je, moet weten, uh, je moet weten hoeveel volume er in de blaas zit. Ja. En op een gegeven moment, ja, dan zou je eens denken, ja, het kan niet minder worden. Ja. Nee. Maar ja, het is misschien wel zo. Ja. Waar is het naartoe? Guido, jij zegt, kunnen we dat niet onderzoeken? Hoe, uh, hoe zou zo'n experiment eruit zien? Nou, ik denk een, uh, een kathetertje kunnen we wel ergens gaan plaatsen. En dan? In, jou, uh, in jouw blaas sowieso. Ja. En dan? Nou, dan, gaan dan we dat, meten. Uh, dan gaan we dat meten, continu en, en uh, opvangen <laughs> of meten of daar uh, de, de concentratie eigenlijk van je urine dan... Uh, in de blaas meten. Oh ja, ja en dan kijken of je verdund, van dik raakt. en uh, gewoon de samenstelling noemen. Kunnen we naar nou het, uh, het echo lab sturen, maken? Hè? Natuurlijk. Hè? Gewoon een echo van je blaas. Maar ja. en dan uh, ga je weer fietsen en dan kom je weer terug en dan doe je niet blazen en zo. En dan ga je weer een echo maken. Hé, hey, zit er nou meer of minder in? Dat is wel boeiend. Ja. Ik, nou, wat ik vooral eigenlijk boeiend vind, dat ik dacht dat het een soort logisch is dat het niet kan, maar dat jullie toch even twijfelen. Nou, er zit vast iemand ja, te luisteren die hier uh, antwoord op heeft. Ja, dat zou, ik, vind het, ik vind het ook wel een boeiend, uh, uh, boeiende vraag. Ik denk, ik denk, nou, maar ik denk weet dat het je gewoon, niet. het is een uh, mentaal aspect, dat je toch ergens die spieren van je blaas, dat je die ook deels kan overroelen, zeg maar. Nee, dat wel, maar let nou op, als dit nou wel zo zou zijn. Ja. Ik vertel net in de aflevering dat ik best vaak, vlak voor de start of in het begin ja. van zo'n wedstrijd, nog inderdaad moet plassen. Ja, en dat doe je niet. Sterker nog, Guido, nu je het zegt. Utrecht, hetzelfde verhaal. In het begin denk ik: Utrecht Marathon, ja. ik moet nog plassen. Ik heb het niet ja. gedaan. Gevoel is weg. Ja, maar oké, okay. komt dat gevoel van plassen komt dat dan omdat die gevuld is of omdat je gewoon aandrang hmm. voelt? Ja, dat weet ik, dus, de... ook niet, weet ik dus ook niet. Ah, maar nogmaals, kijk, ik wil dus maar zeggen, kijk. voor mijn mentale placebo effect, als ik zou weten ja. wacht even, dit is niet een probleem, dit is een voorraadje vocht, wat ik nog kan gebruiken als ik dorst ah, krijg, nou, dan zou ik toch interessante informatie vinden. Okay, uh, is er een uroloog in de zaal? <laughs> ja, dan, uh, dan ga man, ik zo uitleggen hoe die ons kan bereiken. Ja. Ja. Um, ik ik bedoel, Dag, net nog één vraag. Oh ja, toch. Diezelfde Utrecht Marathon. Dan was het best warm. Het was in ieder geval erg vochtig. De WBGT was ja. hoog. Uh, voor de mensen die niet weten wat het is, luister al onze afleveringen over sport in de hitte en je leert over de uh, wet black bulb global o. globe temperature. S avonds hadden zowel vriend Stef als ik lichte hoofdpijn. Prima, zal wel zijn. beetje, beetje uitgedroogd, wat dan ook. Dokter, wat is de beste tip? Om dat goed en snel weer aan te vullen. Kippensoep. Ja, echt? Ja, weet je, bouillon en kippensoep is natuurlijk ja. gewoon zout eh, houdend, vocht. Eh, en ja, dat, eh, dat staat niet voor niks vaak na de finish bij eh, hardloopwedstrijden en, en dat soort zaken. Hè? Dus je hebt eh, zout en vocht nodig. Nou ja, dat zit allebei, wat, wat Jurgen ook al zei, in kippensoep. Exact. Maar dat, dat is dus ook juist als je dat soort lichte uitdrogingsverschijnselen, een beetje last, of een beetje hoofdpijn op zo'n warme dag. Ja. Dat moet je nemen. Ja, ORS werkt dan ook. Hoor. Ja, Maar, dat, precies. maar ja. Niet, uh, niet puur water in ieder geval. Hè? Nee. nee. En uh, liever geen bier. Dan nee, nee. krijg, krijg je nog meer hoofdpijn van. Hier. Ik wel nee. in ieder geval. Heel goed. Nou, ik ga die uroloog in de zaal eens even oproepen hoe die ons kan vinden. Um, ja. Wij zijn namelijk de Ed Slimmer Podcast op Instagram en de Slimmer Posteren Podcast op LinkedIn. Ga ons daar vooral even volgen. Dan weet je iedere week waar de aflevering van die week over gaat. Of je kan naar onze website, www.slimmerpodcast.nl... vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Dus ook van deze. Dus mocht je nou zelf geen uroloog zijn, maar wel een uroloog kennen... Pak dan even daar de link en mail of WhatsApp even door en zeg: hey, deze gasten in deze aflevering hebben jouw raad nodig. Ik ben echt wel heel benieuwd. Hier, hier gaan we natuurlijk antwoord op krijgen, want dit is bekend. We zijn niet de eerste die ons dit afvragen. Of als je nu wel uroloog bent of een uroloog kent, dan kan je het antwoord ook naar ons mailen via post@slimmerpodcast.nl. Tot slot, Guido, dit weekend begint het EK voetbal. Jij staat bekend om uh, de uitspraak. <laughs> Voetbal is geen sport. Voetbal ah, ja. is een spelletje. Zijn er nog, ga jij dit überhaupt kijken? Heb je, heb je, heb je het huis al ja. oranje? Het huis is niet oranje, nee. Nee, dat is nog niet zo ver. De straat ook niet. Um. <laughs> <laughs> Maar ik ga wel kijken, ja. ik ga... maar niet alles. Vroeger was het zo dat ik echt met een boek uh, op tafel thuis uh, als jochie van, uh, ja, wat was het dan? Uh, 12, 13, 14, 15 jaar en zo. Uh, dan zat je klaar. Laat beginnen en dan schreef ik ook alles op. Wat er gebeurde met food, met, met gele kaarten, met doelpunten. Noem het maar op. Ja. Um, dat is nu niet meer. <laughs> het is oh, maar... nu wat, wat, wat minder. Uh, maar ik volg het nog wel hoor. Ja, ben benieuwd. Als je er iets op zou moeten zetten, hoe ver komen we, Jurgen? We? als zijn de oranje... We? Ah, ja, oranje. We? Bij zo'n internationaal WK-EK uh, is de enige moment dat Nederland, Nederland gewoon... Die pool beus, wel hè? nog wel door en dan uh, laatste, misschien kwartfinale. Zou leuk zijn. Ja. <laughs> niet te ambitieus, hè? Ik ben niet uh, Nee. Ja. Niet realistisch. Oké. Okay. Guido? Ja. Het is toch anders dan 88, hè? Want dat ja. weet ik dan nog wel. Ehm... Um, <laughs> Nou, Precies. laten we het dan een beetje. Ja, nee, dat we. weet ik wel. Ik zit even te rekenen oh, hoe, lang, hoe lang dat nee, geleden de is. De 32 jaar geleden. Ja, ja. ja. Nee, ik was één wedstrijd. Daar was ik daar. In het stadion. Ik, ja. ik ook. Tegen Ierland. De ik was net de eerste. Ik net de eerste. Ah, ja. Tegen Rusland. Net <laughs> de kopbal van Wim Kieft, hè? Ja. Jongen, dat weet ik zelfs. Ik was acht. Maar dat weet ik ook. Ik heb alles zien. Mijn vader nam alles op. Op een VS-bandje. Ik Kijk. weet niet waarom. Nooit ja. teruggekeken. Ja. Laten we de halve finale dan zeggen. Dan, ja? dat, dat, dat redden we. Nou, toepikken overeen. Dan zeg ik, het is 32 jaar geleden. We zijn weer terug in Duitsland. Ja, dat klopt. Toch? Mm -hmm. Dus ik zeg, maar we, we hebben het. gewoon Kunnen we ook wel even gebruiken als land. Even iets om uh, heel oh, erg ja. trots op te zijn met elkaar. Lekker. He. Nee, dat wordt een hele andere <laughs> podcast. We gaan het wel laten. We gaan lekker kijken. Eerste wedstrijd komt eraan. En uh, nou ja, geen ja. poeltje. Dat doen we wel voor de Tour de France. Waar we het binnenkort over gaan hebben. Okay. Dat zeg ik binnenkort volgende week. Zullen we het volgende week even over Tour de France hebben? Ja. Ook zo'n leuk... Wat een leuke sportswemmer is Ja, dat is ook altijd leuk. Ja, mooi. Dan spreken we jou volgende week, Guido. Dan gaan we het ja. hebben over uh, wat wetenschap in de Tour de France. Uh, een beetje voorbeschouwen. En uh, nou ja, alles mooi. wat we moeten weten om er lekker in te komen. Tot volgende mooi, week. Mooi, Tot volgende mooi, week. Mooi, hoi. Mooi. Hoi. Adieu. hoi. Hoi, hoi. Goed dat je er nog bent. Voordat je je bidon weer gaat vullen en naar de winkel rent... voor wat extra rolproducten om jou goed te hyperhydrateren. Voordat je weggaat, hebben we nog een tip voor je... uit ons rijke archief van meer dan 185 afleveringen Slimmer Presteren podcast. Jurgen, welke aflevering willen we aan het eind van deze aflevering tippen? Ja, we noemden het al. Aflevering 152. Daar hadden wij de kerstverste dokter Puk Alkemade als special guest... En zij heeft echt onderzoek gedaan, uh, eigenlijk kijkend naar die individuele verschillen die er zijn tussen sporters, tussen atleten, in de manier waarop zij omgaan met hitte en hoe ze zich aanpassen aan de hitte. Ja, heel veel tips en tricks en inzicht over sporten in de warmte.